Yo, kijk van IMT en met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World. En ik kan vanaf nu in 60 frames opnemen. En zoals jullie zien, nou zien de graphics nog heel laag eruit. We gaan eens kijken hoe ver we deze game kunnen krijgen. Aangepast. Hoog. Het is goed dat mijn PC dat nu aan moeten kunnen, want ik heb een nieuwe grafische kaart. Oké, hij draait hoog. Alleen niet 100% smooth. Hoe ik eigenlijk dit het liefste had gewild. Maar oké, je kunt natuurlijk niet alles hebben. Hoe ging er weer sneller? Oh, mijn tap. Komt er nog wat leuks aan? Nee. Hadden wij de lening al afbetaald? Nee, was dat een ja? Nou, ben ik er meteen vanaf. Dan. Wat meer mensen in het park toe komen. Nou, 15 euro voor ingang vind ik duur genoeg. Ook leuk zo'n autosaving tussendoor. Wat moet ik weer allemaal doen? Hey, die pretpark waren nog. Wat wil ik voor mij gaan doen door een achtbaan te bouwen of zoiets, zei ik vorige episode. Weet je wat, ik heb een hele geweldige, grandioze idee. Ik ben helemaal klaar met deze missie. Wat ik dus ga doen is dus een achtbaan bouwen. Dus een achtbaan ontwerpen. Die plof ik even neer. Zet dus een kettinglift op. Nou ja, doe even zo. Wil ik hem hier eventjes het liefst een keer onderbroken hebben. Echt wel wat meer zo gaat. Zo. Zetten we deze wat meer hier naartoe. Zo. Deze even een klein stukje omhoog gooien. 27 meters. Gaat natuurlijk een stukje verder omhoog. Echt geen ene donder uit hoe deze achtbaan eruit komt te zien. Zolang die maar bij parkwaarde had omhoog lift. En daar gaat het om. Want het enige wat hij omhoog hoeft te doen. Een ongeldige locatie. Zo. We hebben hier trouwens wel lef. Zou het te mogen gaan zeggen. Ongeldige locatie. En even zo. Weer terug hier naartoe. Stukje zo. Stukje zo. En dan. Even zo. Maar hoeveel geld gaat die dan kosten? Dat kan eerst even weten. How much money? 5000. Onze parkwaarde stijgt volgens mij nu al. Als ik gewoon nog zo'n achtbaan bouw. Om maar te zeggen. Dat betekent dat ik dus de missie gehaald heb. Kijk, als hij nou gewoon al omhoog gaat. Nog zo'n soort achtbaan. En die plaats ik dan hier. Met een ketting. Zo. Die heb ik dus zo. Doe ik deze gewoon. Heel mooi zo.
Test. Die ene is geslaagd. Hoe was deze? Even kijken, financiën. Eerst moet deze even halen. Even belangrijk. Het maakt niet uit hoe snel die gaat. Pretparkwaarde is weer gestegen. Even één klein scheidattractietje er neer te dumpen ergens. Deze bijvoorbeeld. En dan nog zo eentje. En binnen nu in ieder moment kan ik hem gehaald hebben. Dan. Opslaan en doorgaan. Hoeveel episodes heeft dat geduurd ondertussen? Best wel heel erg lang. Dus laten we hopen dat het niet nog langer gaat duren. Wat moeten we hier gaan doen? Je park wordt gebouwd. Momentje. Als je voorwerpen sloopt in je park, krijg je een deel van de bouwkosten terug. Behalve van bomen. Want die mag je geheel zelf gaan vergoeden. En het bouwen van mijn attractiepark duurt best wel heel lang. Dus kom op, schiet het een klein beetje op. Kom op, duurt lang. Oké. Een raadsel voor je. Waar houden mensen van? Wat ze continu mee willen nemen. Geef je het op? Achtbanen, natuurlijk. Bergwandelingen, natuurlijk. Ook. Luister, dat zijn nationale schatten. Dus helaas kun je ze niet plat gooien. Maar doe wat je kunt. Goed? Zo. Goed? Goed? Zo ging die. Minimale parken. Oké. Laten we meteen die achtbaan even bouwen. Kan ik deze hier ergens bouwen? Ctrl-Z. Ik kan dus dat ding hier geen worden beginnen bouwen. Hij is nog niet aangeweest. Mooi zo. Ik was allereerst een pad aanleggen. Een... Oh, hier staat dat. Afmetingen pad. Large. Waarom vliegt hier een mug rond? 240. Echt precies even duur. Mooi pad. 10 out of 10. Oké. Okay. Hier mooi een paar eetkraampjes aan donderen. Hier. Deze mooi aanzetten. Mensen houden natuurlijk van een souvenirtje. Uiteraard een ballon. Een vingertje. Die. Wat heb ik al gehaald? Oké. Okay. Minimale kwaliteit. Attractiekwaliteit 100. Wow. Dat is een vraagje. Hoe zit het met... Oké, dat heb ik in ieder geval nog niet. Je hoeft zo eerst even een attractie neer te dumpen. Wachtrij. Waarom mag dat niet? Wat een bullshit. Small. Oké. Dat is één attractie die staat. Nee, gaat open, maar de toegangsprijs van 2,50. 7 euro parkintree. Oké, dat kan. Het schip der Vliegende Hollander. Ik kan jou heel mooi hier gaan bouwen. Alleen.
zo. Zit dus een boom in de weg. Opbomen nu. Oké, deze attractie gaat zo meteen open. Dat is attractie 1. Maar doet deze ook altijd best wel heel goed. Hoe kan ik die hoogte aanpassen? Nou, niet echt de plek wat echt super geschikt is voor zo'n attractie. Laten we eerlijk zijn. Dus dat ik mijn pad hier langs kan trekken. Vind ik echt alles best. En die paarden zijn echt zo gegletst als maar kan. Echt, what the fuck, deze game. Oké, attractie openen. Open. Deze winkel zelfs even iets duurder maken. Mensen betalen best wel wat voor zonnebrillen. Tiener. Openen. Ook op tiener. 8 euro vind ik wel een mooie prijs. Nou, voor het park betaalt het ook meteen 12 euro voor een zak, 11 euro voor een zakje lucht. Nee, het is. Die Hamburg tent kan ook wel duurder. Nou, niet zo duur. 9 euro voor een hamburger in een park, dat is niks. Even een fris drankje. Ik heb nog 5000 euro. Ik moet ook nog wat personeel aannemen. Nog een informatiekiosk hebben. Zo. Zo, toilet. Zet maar daar neer. Anders kan het natuurlijk weer niet. Jongens, deze game is echt kapot. Maar dat wisten jullie denk ik al wel. Oké, hier zijn de wc's. 50 cent, openen. Deze openen. En dan wil ik hier eens nog wat personeel. Schoonmakerspost. En hier nog een pompje. Kijk eens aan. Wow, prachtig. Jezus. Machtig mooi. Openen die app. Ik heb al wel iets gehaald. Oké. Er komen mensjes aan. De parkwaarde heeft de $1000 bereikt. Er komen mensen met park binnen. Woe. Kijk, op 10 mensen. 13. Je park is erg donker. Overwegend een paar lampjes. En als je het niet erg vindt, plaats ik eens een paar prullenbakken. Ik had er dus geen zin in dat mijn park dat echt een grote vuilnisbak wordt. Laten we eerlijk zijn. Ik kan niet eens overal prullenbakken plaatsen. Ik kan hier helemaal geen prullenbakken plaatsen. Mooi paar bankjes. Ik kan dus geen bankjes plaatsen. Hier ook niet. Hier is wel weer. Hier is weer niets. Hier dus wel. Broken as hell. Hop. Ik heb weer wat gehaald. Oh, minimale parkomzet.
Dat was niet zo moeilijk. Maar ja, dit is die achtbaan eventjes een challenge gaat worden. Nou, challenge. Ik ga deze episode nog halen. Ik ga zo meteen een lening aan. Ik zet hier die achtbaan neer. Ik ga precies dezelfde glitch gebruiken als de vorige keer. Alleen. Wat ik wel pak is een houten achtbaan. I can. Kijk, is die boven op plaats. Ik kan die trouwens meteen mooi naar beneden toe. Oké, waarom zit de pauze staat? Hoop dat ze pasta hebben. Hoog. Even een kettinglift. En weer terug hier naartoe. 6000 is alleen net niet genoeg. 7000. Nog steeds. Even zo. Dit in de parkgrens aan de rammen. Bijna naar 8000. Iets zo zetten kan ik deze volgens mij weer iets. Deze kant. Iets verder die kant op kunnen zetten. Deze even zo. Eens omhoog kunnen doen. Kijk, 58. We hebben de 10 haal. Ik krijg alles best. Maar ik ben bang dat ik het net niet helemaal ga halen. Tenzij dat ik dit soort trucjes ga doen. Deze is omhoog. Deze nog eventjes. Nee, dat gaat dus niet. Het is dus goed dat de oneindigheid eigenlijk door blijven puzzelen nu. Ja, maar ik had wel deze. Dat ik deze ook weer een stukje die kant op kan trekken. Dat is ook weer zo. Ook heel iets hoger zetten. Heel iets omhoog. Heel iets zo zetten. Precies op 10.000. Nou ja, testen maar eens. Nou jongens, daar gaat de attractie. De achtbaan. Ik ga daar gewoon door de grond heen. Kan allemaal in Rollercoaster Tycoon World.
speciale achtbanen hier ontwikkeld. Hopelijk is het echt in één keer halen. Maar ik heb er een hard hoofd in, wil ik zeggen. Maar dat maakt niet uit. Stop it. Nee, oh, gaan we deze glitch weer krijgen? Ja, doen we zo. Zo. Zo, ik weet niet wat ik kan. Zo hard mogelijk. Dus ik had heel veel geëtter en tijd. Hop. Nou, nu had ik het wel moeten kunnen halen, toch? Gewoon op alles snel zetten. Mew. Identiteit van niveau 4. Zou deze wel moeten kunnen halen? Want het grappigste is, als ik nu dus die lening heb afsluit en ik betaal deze, dan heb ik dus automatisch die challenge gehaald. Maar alleen moet ik wel de identiteitswaarde van 4 hebben. Hij is geslaagd. Alleen 3,8. Oké, jongens, we gaan de volgende episode gaan we die challenges halen. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!